vddd@rtvnoord.nl. Van Dijk en Draaf door, u mailt en ik antwoord. De eerste mailtje is van Nel Bemer. Nel Bemer woont niet meer in de stad, die woonde vroeger in Leeuwenborg. En het is Nel opgevallen dat de RTV Noord-camera op de Grote Markt anders is afgesteld. En dat vindt ze niet zo leuk, vooral nu in verband met het glazen huis. Want ze ziet alleen maar kranen en bestelauto's, maar niets van soort Kate. Nou, dat kan ik natuurlijk heel makkelijk oplossen. Maar dan zorg ik dat de camera wel op de Kate wordt gericht en niet op de kranen en bestelauto's. Ik beloof Nel, vooral ook omdat een oud-Groningse is, dat het vandaag nog gebeurt. Volgende is van Henny van Meteren, het Stadskanaal. Wat vind jij nou van al die goede doelen, Piet? Ik doel hierbij vooral ook op het glazen huis. Is het allemaal niet een beetje overkill? Nou, eigenlijk vind ik dat Henny wel een beetje gelijk heeft. Want je wordt ermee doodgegooid. Het ene goede doel is nog niet weg. Of het andere goede doel komt er alweer voor in de plaats. Als het dan ook maar om het goede doel gaat en niet om degene die het goede doel organiseert. Dan vind ik het allemaal prima. Ja, het glazen huis is natuurlijk iets heel bijzonders. Vorig jaar in Breda is dat een eclatant succes geweest. En in Groningen wordt dat het ook. Dat weet ik zeker. Dat is natuurlijk wel iets heel speciaals. Dus als Groningen mogen wij heel blij en trots zijn dat het glazen huis op de Grote Markt is. Volgende mailtje is van John Venus. Die heeft het over vroeger in de periode dat de drafsport in Groningen nog groot was. Hij komt met paarden als Die Import, Laren, Speedy, PD en of ik mij dat nog wel herinner. Ja, natuurlijk herinner ik mij dat, want ik ging vroeger zelf heel vaak naar de koers. En beter gezegd nog, wij hadden zelf ook paarden, de familie Van Dijken. Want wie herinnert zich niet? Leo D. Die D die stond voor Van Dijken. En Leo D is nog steeds bekend omdat hij bijna het grote paard Speedy Volita heeft geklopt. Ja, dat waren nog eens tijden, prachtige tijden in het Stadspark toen de drafsport in Groningen nog, hoe heette dat? Welig tierde. Zo was het. Hartstikke goed. Karin de Groot uit Stedum. Wat is nu precies een hattrick, Piet? Dat is een hele mooie vraag, een hattrick. En waar komt de hattrick vandaan? Eerst even waar de hattrick vandaan komt. Het woord zegt het al, hattrick, het, hoed, trick, truc, komt eigenlijk uit de goochelwereld. De goochelaar goochelt de doelpunten uit de hoge hoed. En de hattrick is verschillend. Ja, kijk, het land waar de hattrick eigenlijk vandaan komt, Engeland. Daar is een hattrick als je 3 doelpunten in 1 voetbalwedstrijd maakt. In Nederland is dat anders. Een hattrick is 3 doelpunten op rij in 1 helft. Maar ja, Engeland is toch wel het land waar het voetbal is uitgevonden, beweren ze allemaal. Dus gaan we er maar vanuit dat een hattrick gewoon 3 goals is in 1 wedstrijd. Dat is een mooie vraag. René van Bovenuit Stad, wordt Donau kampioen, Piet? Ik denk dat Donau kampioen wordt. Toevallig heb ik vorige week nog kennis gemaakt met de selectie, ook met de coach. En als je ziet wat voor vertrouwen erin zit, dan denk ik dat Donau in 2010 voor de 3e maal in de geschiedenis kampioen wordt. 1982, 2004 en nu in 2010. Donau op de Grote Markt, 99% dat het doorgaat. Kijken of het nog wat hebben of dit alweer de laatste was. Ik heb hier nog één. Och ja, van Rico's uit Veendam. Beste Piet, een kameraad van mij, beter bekend als Bos uit Moordendam met dubbel S, is zonder enig twijfel uw grootste fan. Een vraag die hem constant bezighoudt, maar die hij niet durft te stellen, is hoe hij net zo succesvol kan worden als u. Dat is een beetje overdreven natuurlijk, succesvol. Maar het is in ieder geval wel zo dat Bos uit Moordendam, als hij aan de weg wil timmeren, vooral zichzelf moet blijven, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, Bos. Gewoon jezelf blijven, dan komt het allemaal goed. Nou, dat was het alweer voor deze keer. Van Dijk en Draaf door, blijft u mailen, dan kan ik antwoorden. vddd@rtvnoord.nl. Tot de volgende keer.